verrassing van 2017 zijn geweest. Deze Hyundai i30N. De eerste echte poging tot een serieuze hot hatch van Hyundai. Op basis van de, nou, toch wat tamme i30 hatchback. En dan bouwen ze zoiets. Ze hebben daar half Duitsland voor leeg gekocht bij BMW M en Mercedes AMG. En dat voel je, want dit is een serieus goede old hatch. Je moet wel even doorsparen voor het performance pack. Dan krijg je namelijk een elektronisch aangestuurd mechanisch limited slip differential op de voorwielen. En dat maakt deze auto serieus capabel. Het is een auto die je een bocht ingooit, dan geeft je veel vertrouwen. En dan bocht uit, dan ga je het gas stevig maar beheerst indrukken. Dan voel je die voorwielen grijpen. Dat differentieel gaat werken, dat stuurt ook meer kracht naar het buitenste wiel. En dan is het stuur openen, vol gas geven en dan hamer je met zo verschrikkelijk veel gang die bocht uit. Ja, dat is verslavend leuk en hij is zeker niet comfortabel. Sterker nog, hij is dermate hardcore dat ze bij de fastback hebben besloten, we maken hem een randje comfortabeler, want het is misschien voor veel klanten net even te. Wat je daarvoor terugkrijgt is zoveel controle, precisie, omdat hij weinig rol heeft. Heb je ook meteen in één keer dat vertrouwen erin dat hij kan. Hij voelt ook stijf, dus je hebt meteen die reactie bij het insturen. Ja, dat is wel heel erg indrukwekkend. Het is een auto met weinig compromissen, maar daardoor wel echt serieus goed. En je kan alles los instellen. Dus je hebt hier een knop voor gewoon standaard drive mode en de N custom mode. En dan kun je zeggen, ik doe het middelste standje qua demping, maar wel het agressieve sperdifferentieel. En bijvoorbeeld de besturing in de stand zo licht mogelijk. Kan allemaal zelf ingesteld worden, dat is echt top. Want daardoor kun je met een druk op twee knoppen zo hardcore of zo normaal mogelijk maken als je maar wil. Zegt, hij is wel echt serieus goed, ook qua motor. Ik zei al, ze hebben wat mensen weggekocht bij Mercedes AMG. Die hebben volgens mij op de weg naar buiten nog even het halve uitlaatmagazijn leeg gejat. Want die ding klinkt in zijn meest agressieve stand met automatisch tussengas. Ja, geniaal. Het is echt zo'n vies, agressief, vies in het geluid. Allemaal kermis in die uitlaat. Het is een motor die van onderuit goed trekt, maar bovenin zeker nog genoeg punch heeft dat je daar ook naartoe wilt doorhalen. Ja, er zijn wel wat kleine dingetjes die je zou kunnen zeggen die zijn voor verbetering vatbaar. De zitpositie is wat te hoog. Ik zei al, hij is niet heel erg comfortabel. Dat betekent ook dat als het asfalt een beetje kraterig is, dat hij wel een beetje van de wijs wordt gebracht daardoor. Zeker in de hardere dempingsmodussen. En de zesbak, op zich is hij heel fijn. Korte slagen, veel gevoel. Maar als je dan echt voor dat snelle werk gaat, dat je meerdere keren achter elkaar terug wil, dan haakt hij af en toe net, want er zit er een weerstandje in. Maar dat zijn hele kleine dingen, zeker als je bedenkt, dit is een eerste serieuze hot hatch van Hyundai en dan is hij gelijk zo goed. Best knap als je bedenkt dat er fabrikanten zijn die zich al decennia lang met hot hatches bezighouden. Zoals Ford, dat al sinds de eerste Focus een ST in het gamma heeft. En nu dus weer. Een veel serieuzere ST dan voorheen bovendien. Voor het eerst krijgt generatie 4 een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel en adaptieve schokdempers. Niet langer alleen een dikke motor dus, maar serieuze onderstelhardware. Is het genoeg om die i30N te verslaan? Ze hebben hem in ieder geval vast met een kleine voorsprong de fabriek uitgestuurd. Want 2 liter vinden ze een frisdrankmaat en geen motormaat in Amerika. Dus deze krijgt gewoon 2,3 liter. Dat is in wezen hetzelfde blok als je ook vindt in de Focus RS. En de Mustang, die heeft hem ook. En nou ben ik nooit heel groot fan geweest van deze motor. Hij is namelijk vrij zwaar qua draaiende delen. Dat betekent dat de gasrespons sowieso al niet heel scherp is. Dan moet die turbo er nog in kicken. Dus het duurt allemaal net even een beetje te lang.
Nou hebben ze dat weer een beetje verder weten bij te slijpen. Deze heeft tegenwoordig ook een modus. Als je hem in sportstand zet, blijft de gasklep openstaan. Waardoor in ieder geval de turbine van de turbo een beetje gang houdt. Daardoor wordt de gasrespons beter. Ja, en het zorgt wel voor een hele hoop koppel. De Hyundai 380 Nm bij overboost. Dit ding 420 Nm altijd. En dat betekent dat hij trekt als een doorgesnoven karrepaard op een kratje Red Bull. Het is niet normaal hoe hard dit ding stappen kan zetten. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Het is alleen wel zo, uiteindelijk wat je eruit haalt bovenin, dat is niet eens zo gek veel meer. Die Hyundai doet 275 pk, deze 280. Dus dat rendement van die extra 300 cc's, ja, dat is niet zo heel erg groot. Daarbij is het een motor die niet meteen onderin begint. Je moet hem echt even op de 2000 hebben, dan moet je hem ook trekken. En dan tussen 3 en 5 is hij op zijn allersterkst. En die Hyundai is wat dat betreft ja, wat breder. Die hangt bovenin ook wat feller aan het gas, die wil wat liever toeren maken. En deze motor gaat wel, maar het is nog steeds niet een heel spectaculair ding. Hij wordt wel steeds beter. Daarbij zit hij vast aan een zesbak die net even wat lekkerder schakelt dan die van de Hyundai. Er zit een beetje een soort geolied gevoel in, waardoor als je wat sneller gaat rijden, je makkelijker de juiste versnelling vindt zonder dat hij gaat haken. Dus dat is heel positief. Jammer is, je hebt die automatische tussengasfunctie, je hebt die gasklep die open kan blijven staan, maar dat kun je niet los configureren van het onderstel zoals dat in de Hyundai wel kan. En als je deze in sportstand zet, ja, dan wordt het onderstel toch wel heel erg stevig. Dus dat is jammer, dat zou absoluut een toegevoegde waarde zijn. Nou is het wel zo, over de gehele linie genomen, de demping is net eventjes wat soepeler. Er zit een soort opvangend randje aan wat je in die Hyundai mist. Waardoor als je halverwege de bocht slecht asfalt tegenkomt, deze wat minder van zijn stuk raakt. En dat is goed. Sowieso voel je in het onderstel 20 jaar ervaring die Ford wel heeft en Hyundai niet. Het is niet zozeer dat je er harder mee de bocht om kan. Als je een gelijksoortige rijstijl hebt als in die Hyundai, waarbij je rustig het gas opvoert, waarbij je beheerst rijdt, mooi op je lijnen let, ja, dan is hij niet eens heel veel beter. Maar het is meer wat er gebeurt als je wat enthousiaster gaat rijden. Dus bewust wat te hard een bocht in, dan in één keer je gas los, dan komt echt die achterkant om. Dat maakt hem wendbaarder, speelser. Er zit een diepere laag in dan je in die Hyundai hebt. En dat is voor een ervaren bestuurder natuurlijk wel heel erg leuk. Daarbij is de besturing super direct. Ja, het is allemaal net even wat meer, wat extra, wat enthousiasme wat je in die Hyundai niet hebt. Wat echt een beetje de hooligan in je naar boven haalt. En wat dat betreft merk je wel, ja, Ford beheerst dit kunstje gewoon echt fantastisch. Dit is denk ik meer nog dan de vorige Focus RS, een opvolging van de Focus 2 RS. Echt het maximale scherpte halen uit een voorwielaandrijver. En dat is natuurlijk heel erg goed. Kun je alleen ook aanvoeren, hoe vaak gebruik je dat? Hoe vaak heb je die extra meerwaarde ten opzichte van de toch al heel erg goede Hyundai nou echt tot je beschikking? Hoe vaak kun je dat? En ja, als je dan bedenkt dat dit een Ford is en dat andere in de Hyundai, dus die is ongetwijfeld goedkoper, ja, dan wordt de keuze wel heel lastig. Of niet. Want de tijden dat de Hyundai Spot goedkoop was, die zijn ook wel voorbij. Sowieso, het zijn allebei dure auto's. 50.000 euro heb je het over. Wil je het performance pack, ga je er al overheen. Bij allebei. En dat performance pack wil je er eigenlijk wel op hebben. Maar bij deze vind je dan nog wat losse opties aan om hem op het niveau van de Hyundai te brengen. Dan staat de teller op zo'n 53.000 euro. En de Hyundai, 55.000 euro. En dan is de keuze ineens wel heel makkelijk gemaakt.